Focus hier, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. In deze video leg ik uit waarom 90% van de beleggers moet kiezen voor een ETF in plaats van losse aandelen. Dus laten we maar gewoon snel beginnen. Iedereen wil de markt verslaan, een beter rendement halen dan het marktgemiddelde. Bijvoorbeeld de S&P 500 index wordt daar heel veel voor gebruikt. Maar is het dan wel mogelijk om de markt te verslaan met losse aandelen? En dan heb ik het over jaar in, jaar uit. Veel beleggers doen natuurlijk een poging, maar op de lange termijn is er slechts een klein percentage die dat voor elkaar weet te krijgen. Laten we de S&P 500 index gebruiken in deze video als voorbeeld. Dat is een index met 500 grote bedrijven in Amerika. Van 1957 tot 2020, dus dat is echt een hele lange periode, is er sprake van een gemiddeld jaarlijks rendement van 8%. Dus er zijn een paar jaren dat hartstikke slecht gaat, maar ook een paar jaren dat hartstikke goed gaat en dan kom je dus inderdaad uit op een gemiddelde van 8%. Dus je weet direct wat voor rendement je elk jaar moet behalen om de S&P 500 te verslaan. Weet wel dat behaalde resultaat in het verleden geen garantie is voor de toekomst, maar omdat het over zo'n lange periode 8% is, kunnen we ervan uitgaan dat het ongeveer 8% gaat zijn. Maar je kan natuurlijk ook besluiten om gewoon zo'n S&P 500 ETF te kopen die de index volgt, waardoor je dus als belegger precies hetzelfde rendement kan verwachten als de index. Alleen de kosten gaan er vanaf. Alleen zijn die de laatste jaren wel heel snel afgenomen, waardoor de impact van die kosten minimaal is. Helemaal als je bijvoorbeeld gebruik maakt van een S&P 500 ETF bij de Giro uit de kernselectie. Je betaalt dan namelijk geen transactiekosten. Ik gebruik zoals vele Nederlanders ook de Giro om mijn aandelen te kopen en mijn ETF's te kopen. Mocht je interesse hebben om een account aan te maken bij de Giro, kijk dan eventjes in de beschrijving. Daar heb ik namelijk een linkje geplaatst. Als je besluit te registreren, via je link help je ook nog eens het kanaal en dat zal ik altijd waarderen. Maar waarom zou je dan tevreden zijn met 8% per jaar? In 2020 zijn er heel veel beleggers die 8% rendement hebben behaald in 1 maand tijd. Maar het is ook belangrijk om te beseffen dat je vanaf dit punt waarschijnlijk nog wel een jaar of 25 gaat beleggen. Er zullen tijden zijn waar de markt hard onderuit gaat en er zullen waarschijnlijk ook meerdere crashes plaatsvinden. Bijvoorbeeld de dotcom crash in 2000. Dat had enorme impact op heel veel beleggers. Want als we eventjes een kijkje nemen naar het jaar 2000, de S&P 500 ging in dat jaar met 9% onderuit. In 2001 bijna 12% en in 2002 ruim 22%. Dus dan heb je 3 opvolgende jaren dat het heel erg pittig was om te gaan beleggen. En ik kan je verklappen, een groot deel van de beleggers in die periode hadden nog grotere verliezen. Want je ziet het al heel goed terug in de laatste 2 maanden. Heel veel populaire groei- en tech-aandelen zijn heel hard geraakt. Waarschijnlijk heb je het zelf ook wel gemerkt bij je portfolio dat het flink onderuit is gegaan. Terwijl de S&P 500 index, die blijft maar doorgaan en heeft onlangs een nieuwe all-time high neergezet. Het is namelijk voor het eerst door de 4000 heen. En als je in 2020 bent begonnen met beleggen, lijkt het allemaal erg makkelijk. Maar je moet wel weten dat 2020 een ongekend goed jaar was. Dat soort jaren, ja, dat is gewoon hartstikke zeldzaam. Dat gaat echt niet elk jaar gebeuren, dus verwacht ook niet elk jaar dat rendement. Zoals je waarschijnlijk weet zijn er heel veel vermogensbeheerders. Dat zijn kapitaalkrachtige fondsen die veel geld beheren van rijke klanten. Die hebben dus ook extreem veel gereedschap tot hun beschikking, meerdere experts met enorm veel kennis die samen tot een beslissing komen. De individuele belegger heeft die opties niet. Waarschijnlijk niet zoveel tijd om onderzoek te doen, want je hebt gewoon werk en een sociaal leven. Dus qua kennis loop je achter. En je doet het natuurlijk ook nog eens helemaal in je eentje. Dus je hebt niet de experts op allemaal verschillende gebieden. Dus je begint eigenlijk al met een achterstand. En in 2019 was er een heel groot onderzoek gedaan waardoor je heel veel inzichten krijgt. En je hebt allemaal verschillende fondsen. Maar wij kijken even naar de All Large Cap Funds, want die kan je goed vergelijken met de S&P 500 index, omdat die ook voornamelijk uit large caps bestaat. Dus het zijn fondsen die alle tools tot hun beschikking hebben en heel veel ervaring hebben. Slechts 30% weet de S&P 500 te verslaan als je kijkt naar een periode van 1 jaar. En als je weer wat verder kijkt, namelijk naar 3 jaar, is het percentage bijna hetzelfde. Op korte termijn is er dus een groep van 30% die de S&P 500 verslaat. Maar beleggen, zoals je weet, doe je voor de lange termijn. Hartstikke leuk natuurlijk als het 3 jaar hartstikke goed gaat, maar beleggen doe je vaak van 10 tot 30 jaar lang. En dan ontstaan er plots problemen. Bij 5 jaar kan nog maar 20% zeggen dat ze de S&P 500 index weten te verslaan. Na 10 jaar is dat nog maar 11%.
En bij een periode van 15 jaar kan niet eens 10% de S&P 500 index verslaan. En dat is toch wel een behoorlijke realisatie. Nog geen 10% van de slimste koppen met alle tools tot hun beschikking en natuurlijk een bak en ervaring kunnen de S&P 500 verslaan over een periode van 15 jaar. Maar voor vrijwel alle categorieën zie je een heel duidelijk patroon. Over een periode van 15% is er slechts een klein percentage wat beter presteert dan een vergelijkbare index. En dan laat ik de kosten nog eventjes hier buiten. De S&P 500 Vanguard ETF bij de Giro kan je bijvoorbeeld zonder transactiekosten kopen. Je betaalt dan wel lopende kosten, maar dat is elk jaar 0,07%. Maar de kosten om je geld te laten beheren door zo'n fonds, ja, dat ligt veel hoger. Dus met kosten meegerekend zal het percentage wat de S&P 500 verslaat over 15 jaar nog lager zijn. Terwijl het al zo laag is met niet eens 10%. In 2008 ging Warren Buffett een weddenschap aan. Hij was bereid 1 miljoen op het spel te zetten. Hij was er namelijk van overtuigd dat hedge funds in een periode van 9 jaar de S&P 500 niet zou verslaan als je de kosten meerekent. In die periode behaalde de S&P 500 een rendement van 85,4%, terwijl de hedge funds gemiddeld 22% behaalden. Want de kosten snoepen heel veel rendement weg, plus het is lastig om een S&P 500 index te verslaan. Het is natuurlijk een gemiddelde, dus er zullen vanzelf ook nog wel wat hedge funds tussen zitten die de S&P 500 wel hebben verslagen. Maar stel je voor jij wilt je geld laten beheren, dus dat zo'n hedge fund jouw geld gaat beleggen, is het natuurlijk hartstikke moeilijk om vooraf al eigenlijk uit te vogelen welk hedge fund daadwerkelijk goed resultaat gaat laten zien. Dat weet je gewoon niet. En Warren Buffett won dus die weddenschap en doneerde die 1 miljoen aan een goed doel. Maar wat moet jij dan doen als particuliere belegger? Dat bespreek ik zo, maar ik zou het zeker waarderen als je besluit te abonneren op dit kanaal als je nog nieuw bent. 40.000 abonnees komen namelijk in de buurt, dus je kan zeker een steuntje in de rug gebruiken. Moet je dus met deze informatie besluiten om 100% in ETF's te gaan zitten, zoals bijvoorbeeld de S&P 500 ETF of de Vanguard All World ETF bij de Giro? Die zijn erg populair en niet zonder reden natuurlijk. Veel mensen komen deze cijfers tegen en besluiten het volgende. Ik heb niet genoeg tijd om aandelen urenlang te onderzoeken elke week en dat ook nog eens allemaal bij te houden. Plus ik heb minder kennis dan de experts en minder tools, dus laat ik maar gewoon een S&P 500 ETF kopen. En dat is de juiste beslissing, want de data ondersteunt dat. Maar zelf koop ik losse aandelen. Heel veel beleggers kopen losse aandelen, maar waarom is dan de vraag? Nou, ik ben ervan overtuigd dat er ook veel rendement te behalen valt bij het creëren van bewustzijn over je persoonlijke financiën. Stel je besluit elke maand €200 te beleggen in bijvoorbeeld zo'n S&P 500 ETF. Daar is natuurlijk helemaal niks mis mee, dat is gewoon goed. Na 35 jaar heb je dan een vermogen opgebouwd van €431.000 als je inderdaad uitgaat van 8% jaarlijks gemiddeld rendement. Maar jezelf ontwikkelen op het gebied van financiën is ook heel erg belangrijk. Daar is ook veel winst te behalen. Want als je heel veel bezig bent met aandelen, het opbouwen van vermogen, je kosten bijhouden, je inkomsten bijhouden, dan bouw je dus heel veel kennis op en ook heel veel inzichten. Zo werkt het gewoon. Veel Nederlanders hebben amper kennis over geld. Er is zelfs een heel groot gedeelte wat niet eens precies weet wat er inkomt en wat er uitgaat elke maand. Dus daar is heel veel winst te boeken. Want als je steeds meer kennis opdoet en doordat jij bijvoorbeeld de kosten heel goed bijhoudt, is de kans aanwezig dat je meer kan beleggen, omdat je slimmer omgaat met geld. En dat vind ik dus een nadeel van elke maand eventjes 5 minuten inloggen op je broker en even zo'n S&P 500 ETF kopen. Je ontwikkelt je brein niet. Maar het is natuurlijk nog steeds goed om te beleggen, begrijp me niet verkeerd, want niet beleggen en maar hopen op een leuk pensioen en dat het goed gaat komen, ja, dat is echt de verkeerde aanpak. Maar het kan dus beter. Misschien heb je het zelf wel gemerkt als je in het laatste jaar bent begonnen met beleggen. De kans is dan zeker aanwezig dat je meer nadenkt over geld en dat er meer bewustzijn is en daardoor bijvoorbeeld minder onnodige uitgaves, waardoor je meer kan beleggen. Want zoals ik net al aangaf, heb je een vermogen van €431.000 na 35 jaar lang beleggen met €200 per maand. Maar door slimmer om te gaan met geld en inderdaad uit te vogelen van wacht eens even, ik kan hierop besparen, wat zijn dit voor onnodige uitgaves, zou je bijvoorbeeld €285 per maand kunnen beleggen. Dan is je vermogen na 35 jaar €614.000 als je uitgaat van 8% rendement per jaar. Dat is dus wel een flink verschil. Dus een mix tussen losse aandelen en ETF's is in mijn optiek gewoon een gezonde balans. Zelf beleg ik op dit moment 60% in ETF's en 40% in losse aandelen.
En in de komende 4 jaar, dus in 2025, wil ik ervoor zorgen dat het 75% in ETF's zit en 25% in losse aandelen. Want mijn vermogen wordt steeds groter, waardoor ik het ook wil beschermen en minder risico wil nemen. Voor nu komt dus wel aan het einde van deze video. Laat zeker eventjes in de comments je mening achter over al deze feiten. Ben benieuwd hoe jullie er tegenaan kijken. En wil je meer van dit soort video's zien, vergeet dat zeker niet te abonneren. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Later.